Thomas, volgens mij kunnen we met recht zeggen welkom thuis. Ja, eigenlijk wel. Ja, nee, daar ben ik blij mee dat het allemaal geregeld is en dat ik lekker al heb getraind. Dus nou getekend, dus nee, ik ben hartstikke blij. Voelt als thuiskomen, ja. Hoe waren die eerste dagen voor jou? Ja, toch even wennen. Alles is natuurlijk niet echt nieuw, maar het is toch nieuwe spelers, nieuwe jongens, nieuwe trainers. Dus dat was even wennen, maar vandaag lekker getraind met de groep, of in ieder geval met een gedeelte van de groep. Dus nee, goed. Bevalt goed. Hoe zijn over jou de afgelopen jaren geweest sinds eigenlijk jouw vertrek bij NAC, tot aan nu je terugkeer? Bewogen. Ja, van alles gedaan natuurlijk, wat dingen meegemaakt, ook onderweg weer. Maar uiteindelijk wel met het doel ik wil toch gewoon knokken en proberen terug te komen op niveau. En uiteindelijk lukt dan ben ik hartstikke blij en dat voelt goed, voelt geweldig. Je bent natuurlijk in eerste instantie teruggegaan naar Rood-Wit. Heb je dan ook echt altijd in je hoofd gehad, ik ga ooit keer ik terug in het Radverlegstadion? Nou, toen niet. Nee, toen zeker niet. Toen dacht ik gewoon van, als ik het leuk vind, dan blijf ik voetballen. En als ik het niet leuk vind, dan kap ik er gewoon weer mee. Maar dat viel zo goed dat uiteindelijk na denk 2-3 jaar, dat je wel op een gegeven moment ging zeggen van, ik wil toch eigenlijk terug naar NAC. En dat is gelukt. Wat heeft jou er dan toe gezet om die knop weer om te kunnen zetten? Ik denk op een gegeven moment dat je merkt van, ik haal wel voldoening uit dat ik voetbal. Alleen niet meer, je mist zeg maar wel de spanning en ook het niveau van, ik weet dat ik mee kan op niveau. Dus laat me daar ook maar gewoon hard voor gaan werken en kijken of dat gaat lukken. En met dat resultaat dat we hier staan. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk een fantastisch verhaal. Er kan eigenlijk bijna geen beter verhaal aansluiten bij de term NOAD. Al moet ik eerlijk zelf zeggen, nee, dat vind ik ook wat je zegt. Ik hoop dat ook voor mensen duidelijk te maken van, niks is onmogelijk. Mits je er de juiste dingen voor doet en laat. Dus NOAD is misschien wel op mijn lijf geschreven, ja. Bijna letterlijk. Ja, misschien ga ik er nog wel, ik hou van tatoeages, dus misschien ga ik het ooit nog wel een keer zetten, maar bijna letterlijk, ja. Je bent nu terug. Wat zijn dan je doelen voor de komende periode in ieder geval? In ieder geval fit blijven en natuurlijk aanhaken bij de groep zo snel mogelijk. Ik heb natuurlijk 4 weken ook even vakantie gehad. Zo snel mogelijk aanhaken, fit blijven en dan vanuit daar eigenlijk wel gewoon minuten maken. Zo snel mogelijk terug hier in het Radverlegstadion. Ja, dat is natuurlijk iets wat ik gelijk eigenlijk van mijn bucketlist af wil strepen. Gewoon zo snel mogelijk in het stadion waar ik wel heel veel mensen ken die komen kijken. Dus lijkt me geweldig. Nogmaals, welkom thuis en heel veel succes. Dankjewel, dat komt goed.